Vandaag over kleuters en zandbakken. Ja. Wie was de grootste kleuter? Nou, dat is misschien wel Yesilgöz. Als je kijkt naar haar, als je haar gedrag bekijkt. Ik bedoel, nu op voorhand zeggen, ik ga niet aan tafel zitten, want wij hebben verloren. Dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft gezegd, ik ga niet regeren. Ik ga wel aan tafel zitten, ik wil best gedogen, ik wil best praten, maar ik ga niet regeren. Niet echt onderhandelen bedoel ik daarmee. Ja. Hè? Dus dat heeft ze duidelijk gemaakt en dat vind ik raar. Want het argument erbij vooral van, we hebben verloren. Nou, dat klopt, VVD heeft verloren. Maar dat wil niet zeggen dat je niet voor het landsbelang kan zien dat de kiezer rechtsafgeslagen is. En dat je daar nou eindelijk de kans hebt om wat bij te dragen. Dus ik vond haar gedrag opmerkelijk en eigenlijk onbegrijpelijk dat de VVD zich nu al naar buiten parkeert. Maar ik vind ook Omtzigt met zijn voorwaarden, zijn drimpels, allemaal moeilijk doen. Zal ik denken, ga nou gewoon zitten. Dat is eigenlijk ook wat Caroline van der Plas terecht zei. Ga nou gewoon praten. En dan kun je elkaar in de ogen kijken, kun je vertrouwen hebben of niet. Maar nu van tevoren met elkaar allerlei stekeligheden uitwisselen heeft totaal geen nut. Ja. Maar je kunt ook zeggen, had dan beter uw best gedaan, had u zelf meer zetels gehad? Ja, dat is een heel goed argument. Want nu zie je weer waarvoor jouw 21 er kan zijn. Want dit is precies wat wij dachten. De PVV wordt moeilijk. Nou ja, dat moet zich nog gaan uiten. Ze zijn de grootste geworden. Wilders heeft het voortouw bij de verkenningsfase. Je kunt ook zeggen, dan zijn wij niet meer nodig. Als het allemaal lukt en als het ook uitgevoerd wordt, en zover zijn we ook nog niet, dan denk ik dat, wij dus de rol kunnen spelen die twee partijen, PVV, VVD, misschien niet gaan waarmaken. Hè? VVD laat nu al een afhaakgedrag zien. PVV wil, maar moet het ook bewijzen. Nou, jij 20 zegt, wij kunnen het, wij weten ook hoe. Dat zal de toekomst uitwijzen of hen het lukt. Maar wij zeggen ook, prima, ga het maar proberen. Er is nog geen opheffingscongres aangekondigd. Nee joh, ben je gek. Wij bestaan. En overigens, het jammerlijk is, dat zei Gerdy net ook, dat Annabel Nanninga er niet bij gekomen is. Had ik ontzettend mooi gevonden als die erbij gezeten had in de Kamer. Dat is niet gelukt. Ja. Maar die zit wel in de Eerste Kamer. Dus we hebben nog steeds onze brug. Zeker.